Ik ben pastoor Rick Blom, ik ben 39 en afkomstig van Blerik. En ik ben sinds september de nieuwe pastoor van Bergen, Afferden en Siebengewald. We staan hier in de kerk van Siebengewald. De kerststal staat al gereed, alleen het kribbetje is nog leeg. Jezus moet nog geboren worden. En hoewel ik hier nieuw ben, is natuurlijk het kerstfeest niet nieuw. Het wordt elk jaar gevierd in onze parochies. En ook in onze parochies hier waar ik pastoor ben. En kerstmis is natuurlijk anders dan we eigenlijk zouden willen om het te vieren. Net zoals vorig jaar, ook dit jaar weer een hele andere kerst. Maar kerstmis wordt toch elk jaar gevierd. Het feest is eigenlijk altijd door. En als we kijken naar het kerstverhaal, de kerststal, is het toch een verhaal dat ons mag aanspreken. En misschien ook zelfs in deze moeilijke tijd waarin we zitten. Dan niet voor niks dat we kerstmis vieren in de meest donkere periode van het jaar. En juist in die meest donkere periode vieren we de geboorte van Jezus. En de geboorte van Jezus vertelt ons dat God dichtbij wil zijn. Dat God niet ver af wil zijn, maar dat God in Jezus door zijn menswording eigenlijk heel tastbaar en persoonlijk als persoon onder ons wil zijn en als een licht in ons leven wil schijnen. En zo'n kerstgroep, een kerststal, beeldt dat mooi uit. Als we kijken naar de kerststal, zien we eigenlijk zo goed als iedereen gefocust op de lege plek in het midden van die kerststal, de kribbe. Daar waar Jezus dan uiteindelijk met kerstmis het beeldje in wordt gelegd. En het mooie is dat het kerstfeest niet een verhaal is van wat toen ooit een keer heeft plaatsgevonden, maar eigenlijk telkens weer opnieuw wil gebeuren. Dus ook dit jaar, dat Jezus opnieuw in het kribbetje wordt gelegd en opnieuw geboren wil worden in ons eigen leven. En mensen hebben licht nodig, hebben liefde nodig, heel concreet en tastbaar. Dat een kerstboodschap is dat wij ook als kerk en als mensen onder elkaar mogen uitstralen en mogen brengen bij mensen. De kerstgroep, die allemaal, de beelden die allemaal hier in de kerststal staan, die vertellen eigenlijk ook iets over ons eigen leven. We hebben de koningen, de herders, Maria, Jozef, de schaapjes. En eigenlijk al die soorten mensen, als het ware, die hebben een eigen verhaal, een eigen achtergrond. Het geldt ook voor ons dat we ook eigenlijk allemaal verschillend zijn. En dat Jezus ook eigenlijk in ons eigen leven wil zijn. En al die beelden, die hebben een eigen verhaal, eigen achtergrond. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. Dat we eigenlijk een beetje ook in die kerststal kunnen gaan staan. Als een koning of een herder of een schaapje of als Maria en Jozef. En dat we ook dat kerstverhaal ons mag inspireren. En als we even kijken naar Maria en Jozef, die het dichtste bij het kindje staan uiteraard. Hè. Maria, de moeder van God, en Jozef. En het mooie is dat als je in de Bijbel zou gaan lezen en je gaat kijken naar Jozef, dat Jozef nergens één enkel woord zegt. Hij zegt helemaal niks. Terwijl Maria bekend staat om haar ja-woord. Toen zij de boodschap van de engel ontving en te horen kreeg dat ze in verwachting zou raken van Gods zoon, heeft ze ja gezegd. En in vertrouwen naar God toe, wat er ook gebeurt, ik heb vertrouwen in u, haar ja-woord. En zij spreekt wel. Jozef is misschien meer de luisterende persoon en Maria die spreekt, die het dichtste bij Jezus staan. En ik denk dat als we het hebben over nabijheid tussen mensen, dat luisteren en spreken juist zo belangrijk zijn. En door goed te luisteren en door goed te spreken, dat je op die manier ook het meest nabij kunt zijn bij mensen. En dat is eigenlijk ook iets wat we in het verhaal mogen terugzien. En zo in die zin dat al die beelden, ook de koningen die een reis maken naar Jezus toe, naar het licht toe, dat we zelf ook als het ware door ons levensreis op zoek zijn naar het leven, naar het licht in ons leven, wat ons mag raken, de ster die ze volgen. Allemaal elementen in het kerstverhaal waar je van kunt zeggen van het heeft iets te maken met ons eigen verhaal. En dat we ons mee kunnen
identificeren. En dat kerstverhaal op die manier voor ons tot een inspiratiebron mag zijn. We staan voor het altaar bij de adventstuk waar de drie kaarsen branden. En de vierde wordt het komend weekend, de vierde zondag van de advent, aangestoken. En we kennen de adventskrans wellicht wel dat we elke week een kaars aansteken op weg naar kerstmis toe. En dat is toch een mooie gedachte om mee te geven dat we naar het licht toe willen gaan. Enerzijds naar het licht toe gaan, dat we ons eigenlijk openen voor het licht dat God wil schenken in Jezus. Maar ook in die zin dat het licht ook eigenlijk naar ons toe komt. Elke week een kaars aansteken, de vierde kaars. En zo gaan we naar kerstmis toe. Het licht ook van bovenaf naar onder schijnt. En de geboorte van Jezus als een licht in ons eigen leven wil schijnen. Het licht is ook een mooie symboliek waar we allemaal wat mee kunnen. Misschien een eenvoudige symboliek in die zin. Maar toch iets wat we nodig hebben aan deze coronatijd. Maar ook persoonlijk in kerstmis kan ook voor mensen heel dubbel zijn. Een heel dubbel feest. En nogmaals, dat kerstmis in de meest donkere periode gevierd wordt, is niet voor niks. Want Jezus wil juist daar zijn waar het donker is. Hij wil nabij zijn waar mensen het moeilijk hebben. Licht wil zijn voor mensen. Maar tegelijkertijd is het ook een opdracht voor onszelf. En juist in deze kersttijd en bij mensen die het moeilijk hebben, dat we zelf ook als een licht willen zijn op de manier zoals we het zelf kunnen en willen invullen. De kerstboodschap elk jaar blijft hetzelfde, maar het blijft ook telkens weer belangrijk. Dat we zien naar mensen, horen naar mensen, zoals Maria en Jozef. En dat we zo proberen ook die kerstgedachte, die kerstboodschap van nabijheid, van concrete liefde en hulpvaardigheid, dat we zo op die manier toch elkaar een goede kersttijd mogen toewensen en kerstmis ook concreet mogen maken. In de kerk hebben we de maatregelen dat niet overal kerstmis kunnen vieren, ook helaas de nachtmissen kunnen niet doorgaan in de parochies, onze parochies ook niet. Toch wordt overal kerstversiering aangebracht, dat we kerstmis wel kunnen vieren, maar de nachtmissen helaas niet. Maar in Bergen, de parochie Bergen, daar wordt de nachtmis gevierd zonder mensen, maar wel gelivestreamd. En u kunt dat natuurlijk volgen op kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de nachtmis dan mee volgen. En dan wens ik u een hele gezegende tijd toe, een mooie kersttijd en een hele fijne feestdagen. En dat was een heel goed begin van een nieuw jaar.